een 1-0 overwinning. Een eerste oefenmatch. Op zich, het resultaat speelt niet zoveel rol. Maar na twee zware trainingen, maandag en dinsdag, denk ik, wat dat we gezien hebben, dat wel een mooie start is. Ja, natuurlijk. We weten ook, het is een voorbereiding. En we hebben eigenlijk nu 5 trainingen gehad. En durf ik eerlijk zijn, zware trainingen. Dus je weet dat die jongens niet beginnen met een heel fris gevoel aan de wedstrijd. Maar ik wou gewoon bepaalde dingen terugzien, wat we in trainingen gedaan hadden. En ik heb goede dingen gezien, ik heb ook slechte dingen gezien. En de slechte dingen zijn voor mij ook belangrijk, omdat we daaruit kunnen leren. Er zat een goede circulatie in de bal. Je weet dat je tegen een blok speelt, dat het niet zo gemakkelijk is om erdoor te geraken. Dat zien wij ook. Maar er waren goede dingen en slechte dingen. En dat nemen we mee naar de volgende weken. Ja. Twee helften, twee ploegen, dat was duidelijk een bewuste keuze. Ja, ik denk dat de eerste wedstrijd, als we nu de jongens 90 minuten laten spelen, maken we ze kapot. Dus dat was de insteek. De volgende week gaan we naar 60 minuten. Spelen we 2 keer 60 minuten de wedstrijd. En zo gaan we verder opbouwen naar een volledige wedstrijd. Je sprak er zelf ook al over. Goede acties, heel veel balcirculatie. De voorzet die dat er misschien niet altijd uitkwam, is misschien al een werkpuntje. En ook die tweede bal, denk ik. Hè? Ja, heb je dat ook regelmatig horen roepen? Ja, ik vind het heel belangrijk dat je snel terug in balbezit geraakt. Ik speel veel liever voetbal met de bal dan zonder de bal. Maar die laatste pas, dat is ook bepaalde frisheid dat ze nu momenteel missen. En wat ook logisch is, en dat wil ik ook creëren, dat ze niet helemaal fris zijn aan de wedstrijd. Het is een voorbereiding. We moeten de basis leggen om in de competitie conditioneel sterk genoeg te staan. En dat die frisheid vandaag ontbreekt, voor mij is dat eigenlijk allemaal niet zo erg. Ja, dat klopt wel. Met die 1-0, wie dat hier vandaag niet was, ja, we zijn eigenlijk wel iets te weinig beloond geweest ook. Hè. Ja, klopt. Maar ik zeg het resultaat is voor mij niet belangrijk. Voor mij was het belangrijk, een nieuw systeem voor de jongens. Elkaar leren zoeken, want dat is een heel nieuw systeem, waar ze niet gewoon zijn. Dus het is logisch dat het niet allemaal zo vlot gaat. En dat resultaat is nu 3-0 of 5-0 of 1-0. Voor mij is dat eigenlijk niet zo belangrijk. Het is leuker voor het publiek, maar voor mij als trainer is dat eigenlijk een ondergeschikt. Ja. Een druk programma deze week. Hè, want gisteren getraind, maandag getraind, vandaag wedstrijd. En als ik het goed voor heb, morgen en vrijdag ook nog eens trainen. Hè. Ja, klopt. En dan gaan we op stage. Dus daar zal er ook wel de nadruk gelegd worden op bepaalde conditionele vlakken. Maar zonder bal dan. Meer naar teambuilding toe. Maar het is zwaar, maar ik denk dat we kijken hoe hun karakter is, hoe dat ze het allemaal verteren, maar het is alles onderbouwd en we weten wat we doen. Maar ik vind het belangrijk om nu een bepaalde basis, in onze eerste 2 weken is het extensieve duur, daar leg je een basis voor het hele seizoen en ik vind dat heel belangrijk. Ja. Geen oefenwedstrijd dit weekend? Nee, geen oefenwedstrijd. Ik denk dat onze eerste oefenwedstrijd volgende week woensdag is. Ja. Dus dan krijgen ze maandag een vrije dag. Dan trainen we dinsdag nog eens, dus hopelijk met iets frissere benen misschien. Super, bedankt.